deze nieuwsuitzending. Die wordt heel erg leuk. We zijn met z'n drieën. Jurk Liesman, Michael uit in de buurt van Venlo. En ik dus. En we gaan Bijbel lezen. En we zouden het oppakken bij Genesis 7 en dan vers 12. Maar Jurk heeft een ander idee. Hey, dag Jurk, zeg even gedag. En, dag Perry, gedacht. Ja. En Michael, jij mag je ook even laten horen. Ja, goedenavond Perry. Ja, en al die luisteraars buiten. Ja, ik ben blij dat we nu ook weer een keer hebben waar we samen een beetje lezen kunnen. En ik denk dat Jörg een verrassing heeft. Maar ja, ja, vragen we Jörg aan. Ja, ja, dat vragen we eenmaal, ja. Ja, een verrassing. Het is eigenlijk meer iets wat ik terecht moet gaan zetten, omwille van dat ik ondertussen door een Bijbelstudie, jullie weten ja dat ik wekelijks een Bijbelstudie heb met mijn twee Amerikaanse broers, Brett Norman en Tom Fress. Mm-hmm. En wij hadden nu afgelopen weekend gestudeerd in Hebrews 11, denk ik. Of zouden eigenlijk in Hebrews 11 moeten gaan studeren, maar we hebben zoveel gebabbeld over andere belangrijke dingen. Mm-hmm. En onder andere heeft Tom dingen tot mijn attentie gebracht dat ik zei, dat is weer typisch. Je gelooft dat wat je eerst hoort. Je leest die Bijbel in dat verstand. Je hebt geen andere zichtwijze daarop, omdat het allemaal zo logisch is. Maar het is alleen maar zo logisch, omdat je maar één kant van de medaille ziet, totdat je iemand de tweede kant van de medaille toont. En dan krijg je ineens een heel andere zichtwijze daarop. Wij zijn ja in de studies in Genesis bezig. En in plaats van nu in Genesis 7 te gaan en verder te gaan waar we de laatste keer gestopt zijn, zou ik gewoon even vragen dat wij even teruggaan naar Genesis kapitel 6. Daar kun je de startvertaling hier al open doen als je wilt, Perry. Ja? En de punt die ik wil maken is zo wat van vreselijk belangrijk en zo wat van diepgaand en gaat u zo wat van uw stoel kloppen in uw begrip van de Bijbel, dat je zegt van, ja, maar deze studie die wij hier nu doen, of dat wat ik hier nu even zeg, dat is niet genoeg. Daar moet ik zelf heel diep gaan studeren en daar moet ik heel veel begrip voor opbrengen en echt door de Heilige Geest geleid worden, om dat op die manier te verstaan. Maar laat mij u één ding verzekeren. Het maakt op de traditionele manier, gelijk ik het toen uitgelegd heb, wat ik ook dacht, wat juist was, ineens helemaal geen zin meer. En ik kan dan niet zo diep op ingaan gelijk dat Tom dat gedaan heeft, want Tom heeft zich daar veel meer mee bezig gehouden. Hij heeft veel meer, niet alleen Bijbelversen, dat niet per se, maar vooral veel andere dingen daaromtrent gelezen. Onder andere Josephus en andere historici, die zich met deze dingen ook bezig gehouden hebben. Of historici, of hoe zeg je dat? Historici, ja. Mm-hmm. Ja. Die zich daarmee bezig gehouden hebben. En dus ik wil alleen een, hoe zeg je dat? Ein Stein zum Anstoß geben, zum Denkanstoß geben. Ja, ein Stein zum Anstoß. Ja, um mich zu denken anzusetzen, um noch mal ein paar Dinge zu können lesen. Das heißt, wir zurückgehen nach Genesis Kapitel 6. Dann startet, and it came to pass, when men begin to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair. And they took them wives of all which they chose. Zelfde vers 1 en 2, wat je hier in Nederlands op het scherm van Perry ziet staan. Ik lees het in Engels, maar je kunt in de Statenvertaling meelezen. Dat was Genesis 6, kapitel 6, vers 1 en vers 2. En ik had toen lang en breed verklaard wat de bedoeling was van de zonen van God. En dat het over de lijn van Seth ging. De juiste lijn, die God aangekondigd heeft als hij in Genesis 3, vers 15, daarvan sprak en zei, ik zal vijandschap zetten tussen jouw zaad en haar zaad en hij zal je hoofd vertrappelen en jij zult hem in de hiel steken, bij wijze van spreken. Ja? Mm-hmm. Ja, klopt. I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. En ik heb dus toen gezegd, en dat was mijn Van mijn harte en van mijn geest, mijn verstaan van deze dingen. Ook omwille van dat ik het op die manier ook een keer gehoord had. Als ik een uitleg over dit wilde hebben, want ik heb het wel zelf gelezen.
Maar je neemt altijd eens een keer dingen mee die we bijvoorbeeld mensen gelijk Walter Veit of weet ik veel wat zeggen. En die je bepaalde dingen uitleggen en zegt van wauw, ja, nu maakt het zin, want het staat er wel. Maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ja. En Walter Veit zei in een tijd toen, en ik heb dat toen ook gestaafd met de vertaling van de eSort. We hebben eSort toen open gedaan. Dat is ja dat hulpprogramma dat je hebt voor de Koning James Bijbel, waar je al die woorden in het Hebreeuws, in het Oude Testament, in het Grieks en het Nieuwe Testament kunt gaan zien. En we hebben vastgesteld dat een beetje later, in vers 4, there were giants in the earth in those days and also after that. Dus moet je even naar beneden scrollen, ja. Ja, vers 4. There were giants in the earth in those days and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. En we hebben toen vastgesteld via eSort dat het woord giants, dus giganten of reuzen, gelijk het hier staat, hè, er waren reuzen op de aarde, dat woord reuzen in feite zoiets bedoelt als een bully. Weet je nog, een bully, dat is die je pauzengeld in de school middags afpakt. En dat zorgt dat je niks te eten en niks te drinken hebt. Ja? Ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt. Wat is dat in Vlaams voor een woord? Is dat ook een bully? Een pestkop. Dat is iets. Ja, zoiets als een pestkop. Ja, oké, een reuze pestkop. En zo werd het mij toen uitgelegd. En ik heb in de inbronst van overtuiging dan gezegd van zo is dat te verstaan, mensen. Het woord is tiran. Oh, tiran, ja, oké. Okay. Ja, in die dagen waren echt tirannen op de aarde. Aha, oké. Okay. Ik doe mijn duit in het zakje, hoor. Ga maar door. Ja, maar in elk geval is mijn verstaanswijze dus blijkbaar gecorrumpeerd geweest. En die van Tom en die van Brett ook. Want Brett en mij zijn zaterdag bij onze Bijbelstudie gewoon de kinnladen op de tafel geklapt. We hebben daar gewoon stom verbaasd gezeten en gehoord wat Tom een keer zei en gezegd, nu maakte jij ineens zin met een uitleg van deze tekst. Oh. Dat is tof. Het is heel belangrijk dat we eventjes een beetje verder gaan en lezen in vers 5. Yeah. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man who I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Amen. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Laat ons een keer tot hier gaan. Mm-hmm. En nu gaan we in een keer verstaan dat, gelijk het hier staat, Noah vond genade in de ogen des Heren. Mm-hmm. Ja? Het staat geschreven in vers 9 dan. Noach was een rechtwaardig, oprecht man in zijn geslachten. En dit is dus absoluut belangrijk om te begrijpen voor wat we nu gaan studeren. Ik hoop dat ik jullie niet verveel. Helemaal niet. Ik kom stellig eens aan tot mijn punt, maar ik heb dat ook niet geleerd. Hè. Ik heb het een paar dagen geleden gehoord en nu ga ik repeteren wat ik er toen gehoord heb op mijn eigen manier. Hè? Mm-hmm. Dus als je mij niet kunt volgen of als je vragen hebt, onderbreek mij dan alsjeblieft. Ja, dat is één ding. Want jij hebt het over eSort. Mm-hmm. Dat is even voor de kijkeraars. Dat is een programma, dat is electronic, of elektronisch zwaard. Dus I van electronic en dan zwaard. Dus S-W-O-R-D. Dat even voor de duidelijkheid. Gaan we door. Oké, juist. Nu, wat was de revelatie die Tom ons op zaterdagavond bracht? Alleen mij op zaterdagavond, bij hem was het zaterdagmiddag. The giants in the earth. Er waren giganten, er waren reuzen op deze aarde. Mm. Hij sprak van echte reuzen. Hij sprak niet alleen daarvan dat de mensheid op zich groter was als vandaag.
Gelijk dat we weten van voordrachten van onder andere Kent Hovind en andere mensen ook, die datzelfde niet alleen maar beweren, maar zelfs logisch uitleggen en zelfs wat bewezen wordt aan de hand van skeletten die men gevonden heeft. Dat men reuze skeletten gevonden heeft van mensen die, laat ons nog maar zeggen, gemakkelijk 4, 5, 6, 7 meter groot waren. Mm-hmm. In hoogte. Mm-hmm. Ja? En dus in vergelijking tot wat wij zijn vandaag, echt reuzen zouden geweest zijn. Mm-hmm. Dat is niet de punt, maar dat zijn niet de reuzen. Er waren zelfs nog grotere reuzen. En de punt die Tom aanbracht, was eerst in vers 9 van Genesis 6. Mm-hmm. Noah was a just man and perfect in his generations. Mm-hmm. Er staat in de Nederlandse vertaling oprecht man in zijn geslachten. Nu, ga dan een keer dat woord oprecht wegdoen en je gaat dat niet vervangen met wat je hier in Engels leest. Mm-hmm. Perfect. Oprecht en perfect zijn niet hetzelfde. Oké? Okay? En je hebt het woord perfect in Nederlands ook. Ja. Juist? Maar hier wordt het Engelse woord perfect gebruikt in het Nederlands vertaald naar oprecht. Ja, naar rechtvaardig en oprecht, denk ik. Ja. Dus maar het gaat twee over woorden. Perfect. Ja. Ja. Het gaat over perfect. Mm-hmm. Nu, ik ga je al een keer een kleine hint geven, of ik ga jullie al een keer een kleine hint geven waar ik naartoe wil. Hebben jullie al een keer daarvan gehoord dat wij in een maatschappij vandaag de dag leven waar ze proberen de mens met alle mogelijke andere dingen te mengen? Dat ze proberen de mensen en menselijke DNA te mengen met dierlijke DNA? Dat ze op die manier proberen, bij wijze van spreken, organen te kweken om te zeggen van dat is goed, want dan kunnen we de mensen helpen die in het ziekenhuis liegen en kunnen hun een nieuw hart en een nieuwe long en een nieuwe lier en een nieuwe lever en dergelijke gaan geven. En dat ze heel veel dingen gaan doen met genetically modified organisms, niet alleen in de plantenwereld, maar ook in de dieren en in de mensenwereld. Mm-hmm. Daar zeg ik jullie toch niks nieuw. Nee, juist? Mij niet, maar... Dus zij gaan, in Engels zegt men dat woord screwen, ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt. Ze gaan, they are screwing with the genetic code of mankind. Ja, het Vlaams is verneuken. Ja, okay, daar had ik misschien zelf nog op kunnen komen. Ja. Dus zij verkrachten ja, de DNA, dan, ja, de genetische code van de mensheid. Ja. Oké? Okay? En wat het resultaat daarvan is, dat zijn mutaties. Mm-hmm. En een mutatie is op zich nooit iets goed, want elke mutatie mankeert eigenlijk iets van dat waar het uitgekomen is. Mm-hmm. Een mutatie heeft nog nooit in zijn leven voor iets goed gestaan. Okay? Is ook niet natuurlijk. Is ook niet natuurlijk. Nee, de mens gaat zich hier bemoeien met de genetische code van de mens te verkrachten op zo'n manier dat even er mutaties uit ontstaan, die dus uiteraard niet volgens de natuur zijn. Daar heb je volledig gelijk, dat, Michael. Dat lijkt naar centauren of minotauren. Dat is een punt, daar kom ik nog naartoe. Juist. Je springt al een beetje voor, want je hebt het mij in Duits al horen zeggen en je bent uiteraard slim en wakker en mee, dus goed zo. Ja, maar ik denk het belangrijk is ook in vers... Even kijken, 2. The Son of God. The Sons of God, ja, daar kom ik nog naartoe. Ja. Ik denk dat is het belangrijkste, want dat gaat altijd naar die oorsprong. En ik denk, het is heel belangrijk hoe die Sons of God zijn. No? Natuurlijk, daar kom ik nog naartoe. Ik wil eerst eens een keer de basisregels uitleggen om te zien, om uit te leggen waar ik naartoe wilde gaan. In vers 9 staat dus, in de Statenvertaling, scroll eens een beetje naar beneden als je wilt, dank je. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man. Hij was perfect in zijn geslachten, in zijn generaties. Noach, zijn DNA, werd niet mee. Hoe zeg je dat? Gemist, gespeeld, gemanipuleerd. Mm-hmm. Dat was Noah zuiver, zijn lijn, ja.
Noah zijn lijn waar hij uitkwam was zuiver. Al die andere lijnen op deze aarde waren niet zuiver. Die hun DNA was vervuild. Oké? Mm-hmm. Noah was de enige. En zijn vrouw trouwens ook. Mm-hmm. En dat moet men heel goed verstaan. Dat het ook zijn vrouw was. Die van dezelfde lijn als hij kwam. En dat kun je nalezen als je al de generaties in de eerste boeken van Genesis naleest. Dan kun je zien waar ook zijn vrouw vandaan komt. En dat ze ook van dezelfde oprechte lijn komt als hij. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. Heel mm-hmm. belangrijk. Want tenslotte wil dat zeggen dat zijn drie zonen ook perfect in hun generaties waren. Ja. En anders kan je achteraf die vraag stellen, ja, maar Jörg, hoe konden dan die Giganten na de Flut terugkomen? Zijn doch allemaal verdronken. Mhm. Ja, daar komen we op. Oké? Okay? Sorry, het brengt ons echt weg van onze studie die we eigenlijk gepland hadden, maar ik denk dat dit heel belangrijk is, omwille van dat ik iemand ben... Die, als ik een keer iets verkeerd geleerd heb en ik heb ondertussen een nieuwe inzicht gewonnen en die is duidelijk juister, als niet de juiste ten opzichte van dat wat ik vroeger dacht wat juist was, dan zijn ik verplicht om dat terecht te zetten. En ik hoop dat jullie met mij in dat opzicht mee zijn. Ja, ik ben akkoord. Goed. Geen probleem. Ik vind het al lang fijn dat we Bijbel voorlezen. Ja, zoveel lezen gebeurt hier momenteel niet, maar meer uitleg. Dus ik hoop dat jullie dat interessant vinden wat ik hier aan het uitleggen ben. Ja. Nu, we hebben dus vers 2, die Michael juist aangebracht heeft. Dus we verstaan, Noah en zijn vrouw komen van een oprechte lijn, vers 9. Heel belangrijk. Ja? Ja. En we verstaan in vers 2 dat the sons of man, dus dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen. Wie zijn Gods zonen? De engelen. Mm-hmm. En nu zegt hij natuurlijk, ja maar Jörg, engelen. Engelen hebben toch geen seks met mensen? Dat heb ik vroeger ook altijd gezegd. Engelen en seks met mensen, onmogelijk. Dat gar niet. Mm-hmm. Ik weet niet, waar staat dat in de Bijbel geschreven, dat dat niet gaat? Aber, nu wordt het echt interessant. Echt interessant. The sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. Oh, wacht, ik heb hier, ben hier in dingen, ik heb iets weggedaan, dat mocht ik niet wegdoen. Voilà. Oh. Moet hier verder gaan. Acts, Romans, dan moeten we nog naar een ander boek gaan. Hier staat het. Jude moet ik hebben. Wacht eens. Maar eventjes een klein beetje verder gaan, dat ik naar Jude kom. Het kapitel van Jude. Zo, dat is heel belangrijk voor het verstaan wat we nu gaan doen. Dus, de zonen van God zagen, moet ik hier lezen, niet wat mijn geheugen zeggen, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. En ik kan u zeggen dat de zonen van God de engelen zijn. Aha. Omdat het rechtwaardige wezens zijn, gelijk Jezus Christus ons mensen rechtwaardig kan maken voor de Heer, zijn de engelen rechtwaardig, want hij heeft ze geschapen. Mm-hmm. De mens was ook rechtschapen als hij hem geschapen heeft, maar de mens is dan in onrechtwaardigheid gevallen door in de zonde te gaan. Juist? Mm-hmm. Maar in de basis zijn wij mensen Gods zonen. Precies. Maar we zijn afgevallen zonen. Ja. Omwille van dat wij in de zonde gevallen waren. Ja. Ja, maar hoe zit dat dan nu met de engelen? Waar wil hij eigenlijk naartoe, Jörg? Aber, als we een keer naar Judas gaan, het laatste boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, voor de Revelatie, daar staat in vers 6, and the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Wij gaan dat eventjes een keer vertalen naar het Nederlands. Ja, dan moet ik even een nieuw tabblad openen. Eén seconde. Jij mocht dat in een nieuw tabblad doen, ja, in het Nieuwe Testament. Kun je open doen en dan is het dus het boek van Judas en daar vers 6. Ja? Dat is een redelijk klein boek. Openbaring, dus Judas, ja? Ja. Hoofdstuk 1, vers 6 zijn. Mm-hmm. Er is maar één hoofdstuk. Okay. Er is maar één hoofdstuk.
Vers 6. En dan vers 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten daags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Persoonlijk versta ik in dit geval de King James beter. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, dus de eigen omgeving, de streek waar ze wonen, woonsteden, ja goed, ik ben niet zo goed in Nederlands, begin als ik zei. He hath reserved in everlasting chains under darkness until the judgment of the great city. Nu, ik vertel jullie allebei, en ook de luisteraars, niks nieuws, als ik zeg dat er twee soorten engelen zijn. Daar zijn namelijk de rechtwaardige engelen, die nog altijd in de hemel zijn. En daar zijn de gevallen engelen, die met Lucifer samen gerebelleerd hebben en uit de hemel geworpen geweest zijn. Ja. Openbaring, denk ik, vers, kapitel 12, vers 9 of zo. Waar de draak uit de hemel gesmeten werd en een derde van de sterren, een derde van de engelen met zich meenam. Ja. Ja? Dus we zijn het daarover eens dat we engelen hebben. God, alles wat God maakt is perfect. Ja, de engelen is... zijn... Wat lief? Openbaring 12, 9 is dat. Met die, ja, gelijk ik gezegd heb. Ja. Goed, dank je. Ja. Dan heb ik het juist. Ja. 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 Heb ik het juist in mijn herinnering. Goed. Nu, ik was mijn zin aan het zeggen. Sorry. Nee, dat is prima dat je mij onderbreekt daarvoor om nog een keer te bevestigen dat het juist was, maar ik ben mijn train of thought ben ik eventjes kwijt. Ja, maar even, dat mag ik even reageren dus. Wat hier dan staat in het boek Judas, vers 60 vers, dat de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, dat betekent dat ze geen engel meer zijn. Want een engel heeft beginselen en die bewaar je, of niet? Dus... Het gaat hier, ja, dat ze dus ja, hun oprechtheid niet bewaard hebben. Maar daarom zijn ze nog altijd engelen. Jawel, maar een tv die het niet doet, blijft een tv, maar die doet het niet meer. Ja, wel, voilà. Ja, maar het wordt geen auto, hè. Of een vliegtuig. Nee. Het blijft een tv. Ja, ja precies. Dus, ja. Dus een engel die niet meer doet waarvoor hem gemaakt is, blijft nog altijd een engel, maar... We zeggen in Vlaams dan heel simpel een bengel. Ja, ja. In Duits ook, hè? Van engel tot bengel. Hè? Ja. Dat is iets, dat kunnen ze in Engels niet doen. Daar hebben wij weer een taalvoorsprong. Ja. Ja. Maar ik denk dat wij akkoord daarmee kunnen gaan dat we zeggen van dat alles wat onze Heer schept, perfect is. Klopt. Ja? Ja, ik vind het goed genoeg, hoor. Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen doen. Zo. Ik ben blij dat ik niet in jouw schepping leef, Perry. Niks tegen jou persoonlijk, maar... Weet je dat ook in de Nederlandstalige Wikipedia dat genoemd is dat Nephilim voor de zonvloed gevallene engels zijn, omdat elders in de Bijbel over hen gezegd wordt dat ze hun oorsprong ontrouw geworden zijn. Dat is van die artikelen Nephilim. Stuur dat Paris een keer door, dan kan ik het hier in het scherm doen. Dat is juist het interessante, dat wij hier samen zitten en deze studie gaan doen. En dat iedereen zijn eigen dingen doet en dat Michael zo schitterende dingen opbrengt. En dan is een keer een link gaan delen via Skype nu. En als Perry die dan open doet, dan kan hem dat direct gaan tonen. Zie, dank je Michael, je hebt het al doorgestuurd. En nu kan Perry deze link in Skype gaan openen, als je naar Skype gaat even. En naar de chat onderaan, daar waar dat rode puntje is. En dan klikt een keer op die link en dan gaat dat open en dan kunnen we dat zien. En dat is wat ik bedoel. Dat is dat wonderbare aan dat woord van Jezus Christus die gezegd heeft, waar twee of drie in mijn naam zijn verzameld, in hun midden zal ik zijn. In hun midden zal ik zijn. En dat is precies wat we hier weer al eens een keer meemaken. Dus hier heb je nu dat artikel over de zonvloed. Ja? Dat je zelf kunt lezen. Dat is het punt die Michael juist maakt. Dus wat ik juist aan het zeggen ben, zeug ik niet maar zo mijn duim, ook al heb ik hier Wikipedia niet gelezen, maar ik zeg het, ik heb het gekregen van de studie met Tom Fress. Ja. En we zuigen niks uit onze duim, maar we gaan alles verifiëren aan het woord van God. Dat eerste hebben we ook geverifieerd aan het woord van God, maar we hebben het gewoon niet te goed verstaan. Het woord van God, de Bijbel, geeft een mogelijkheid om dat wat ik verleden keren gezegd heb over Genesis 6, zo te verstaan en te begrijpen. Maar er is altijd een nog dieper verstaan. Ik wil het maar een keer zo noemen. Oké, maar nu heb ik even een revelatie.
Ja. Dus dan maak ik even de connectie. Hè? Nephilim staat hier dan. Ik hoop, ik moet een beetje naar het midden. Hier staat dan. Het woord Nephilim wordt in sommige Bijbelvertalingen onvertaald gelaten. Oké. Okay. Meestal weergegeven als reuzen, giganten of titanen. En nu is het. Nu weet ik wat het, de correcte vertaling is. Dat is bullebak. Ah ja, ja. Just... Bullebak. Dat is bully bullebak op zijn Engels. Ja, dat zei je verleden keer ook al als we daarover spraken. Ik kwam niet meer op dat woord. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bullebak. Bullebak. De Nephilim, dat zijn bullebakken. Ja, het is een licht verschil met prullenbak. Ja, ah, ja. Maar bullenbakken zijn vaak alleen maar prullenbakken waard. Ja, dat mag me dan misschien zo'n keer aan toe zeggen. Er is trouwens laatst een politicus in de Oekraïne of zo in een afvalcontainer gegooid, hè? Ik ben ondertussen goed een jezuïtische sofistiek met al wat ik lees, jongen. Kan ik dat ook, hè? Okay. Weet je dat? Daar is ook een interessante Satz, Sentence. Ja, ja, ja. Op de Duitse Wikipedia. Een interessante zin. Ja, okay. Ja, 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 Satz is ook goed. Ja, een interpretatie van een Sekaraya Sitchin, geen idee hoe dat is. Die zegt dat Nephilim en de Sons of God zijn hetzelfde. Maar. Hij zegt dat die woord Nephil van reuze komt niet van de tribe of Nephilim, maar van de woord Nafal, afkomst van vallen, to fall. Ja, gevallen, ja. Ja, dus in, ja. In andere woorden hebben we hier een heel duidelijke uitleg uit verschillende bronnen ondertussen al, dat het gaat over de gevallen engelen. Ja. Ja? Dus we hebben enerzijds de engelen die heilig zijn, die in de hemel zijn. En we hebben anderzijds gevallen engelen die niet meer heilig zijn en niet meer in de hemel zijn. En nu komt de casus knactus. En nu wordt het echt spannend. Ja, 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 ja. Ga ik jullie beloven. Okay. Ik ga het beloven. Ik ga eventjes een keer de scherm overnemen. En ik ga mijn scherm delen in plaats van Perry zijn scherm. Ja, is ook goed. En dan ga ik een keer zien waarom dat interessant wordt. Zien jullie dat? Ja. Ik heb hier een paar versen uit de King James uitgehaald, want ik heb op de King James een woordzoek gedaan naar engel, zoals je hier ziet. Search, Bible search, engel. Ja? En ik heb heel veel ik heb heel veel versen eruit gehaald en ik heb enkele uitgehaald in Matthäus, in Marcus en in Lucas, om de punt nu duidelijk te maken. En omwille van dat we dit hier lezen, Matthäus 22, 30, Matthäus 25, 31 en Marcus 12, 25 en Lucas 20, 36. Omdat we dit lezen, verstaan we dat engelen nooit niet seks kunnen hebben. Luister. Matthäus 22, 30. En Perry kan misschien in de tussentijd dat zelf in de Statenvertaling open doen en dan dat wat ik nu in Engels voorlees in Vlaams direct voorlezen. Matthäus 22, 30 zegt in Engels: For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. And the angels of God in heaven heb ik hier rood gedaan. Dat is niet omwille van dat Jezus dat zegt, want diese spricht normaal gezien in de Bijbel vaak in het rood gedrukt. Nee, nee, ik heb dat rood gedaan om het een keer duidelijk te maken, dat dat een heel belangrijke zin is. De engelen van God in de hemel, want er zijn ook andere engelen, daar komen we dan later toe. Even, nu, heb ik de goede. Lees jij eens een keer Matthäus 22, 30 in het Vlaams voor, alstublieft. Ja. Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven. Maar zij zijn als engelen Gods in den hemel. En bedoel je weer opstanding of opstanding? Opstanding staat hier. Ja, want resurrection is ja weer opstanding, hè? Ich bedoel nicht, ob das dann ein Verschil ist, weiß ich nicht. Wir sagen in Deutsch ja auch die Wiederauferstehung, nicht, oder die Auferstehung. Ja, aber normalerweise ist die Wiederauferstehung. Ja, ja, okay, speak in Roll. Wir sprechen über dasselbe. Wir sprechen über die werkliche Wiedergeburte nach dem Tod, ja? Nach dem ewigen Leben dazu. Ja, und ja? Ich denke, als, mag, als ich even ja, tschuldig, verdedigen, das Wort Opstanding
Kijk, een kind staat niet op als het geboren wordt. Hè? Dat komt eruit. Een opstanding is zonder meer een wederopstanding. Je hebt zo'n Engels liedje van I get knocked down, but I get up again. Dat is de opstanding. Dus, ja, goed. Dus wederopstanding is een beetje tautologisch. Ja, ik denk dat ze het daarom gedaan hebben. Maar ga maar verder. Soms is dat gewone Vlaams van de 17e eeuw beter als dat mijne, dat ik me min of meer zelf aangeleerd heb natuurlijk. Dus ik wil alleen maar zeker zijn dat we over hetzelfde spraken. Ja, dan okay? Dat was Matthäus 22, 30. For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are the angels of God in heaven. Nu, wat wil dat zeggen? Deze zin te verstaan is absoluut cruciaal. Als ik deze zin niet versta, is alles wat ik tot hiertoe gezegd heb over die verstaan van Genesis 6, kunnen allemaal in de prullenbak doen. Samen met de bullenbak. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Omwille van, er is een wet van God. En dat wet heeft hij de mensen gegeven op Mount Sinai in een tijd. En hij heeft gezegd, do not commit adultery. Pleeg geen overspel. Ja. Bij wijze van spreken, elke seks buiten een huwelijk geordineerd van onze Vader in de hemel tussen één man en één vrouw is overspel, is hoererij. Ja. Punt. Klaar. Als ik dat niet versta, dan kan ik direct naar huis gaan. Doe de boeken dicht, doe de tv uit, doe de computer uit, kijk deze video niet verder. Als je dat niet verstaat, heb je niks verloren. Ja. Den punt is, wij allen, als we in de weeropstanding of opstanding zijn, wij gaan naar onze Vader in de hemel via Jezus Christus en we gaan zijn zoals de engelen in de hemel die niet trouwen en die niet getrouwd worden, en als ze niet getrouwd zijn, omdat ze trouw zijn aan Gods wet, wat hebben ze niet? Mm-hmm. Seks. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen seks kunnen hebben. Dat zegt alleen dat ze geen seks hebben, omwille van dat ze zich aan Gods geboden houden. Mm-hmm. Gelijk wij ook zouden moeten doen. Maar als iedereen zich aan Gods geboden ging houden of kon gaan houden, dan gingen we in een perfecte wereld leven. Dan hadden we ook geen Jezus Christus meer nodig. Dan konden we het zelf doen. Kunnen we niet. Wij zijn arme zondenaars door de val. Maar de engelen die in de hemel zijn, en vandaar dat we heel dat verschil eventjes maakten hier met in... ik ga nog eventjes een keer terug. Jude. Wacht, andere bladzijde. Jude, ah nee, moet ik hier langs gaan, sorry. Ik zoek het nog een keer op. Ik heb het hier ook staan, Jude. Waar jongens toch. Waar ben ik daar hier geweest? Heb ik niet Jude overgedaan hier in deze pagina? Dit is even... Neem even de tijd, Jurk. Maar beste kijkeraars, zie je even welk technisch hoogstandje wij hier doen? Hier, Jude 1:6. And the angels, which kept not the first estate, but left their own habitation, he hath reserved an everlasting chains on the darkness of the judgment of the great day. Dus den punt is, die we moeten maken tussen Matthäus 22, 30 en Judas 1, 6. Hier spreken we van de engelen van God, die zich houden aan de wetten van God, die niet getrouwd zijn, die niet trouwen, die niet in trouw geven, in huwelijk geven, maar omwille van dat ze dat niet doen, natuurlijk ook geen seks hebben. En wat lezen we in Judas? Oder zijn engelen, die hebben juist deze eerste belofte niet gehouden. Die hebben hun plaats van waar ze verblijven ingeruild tegen een ander. Mm-hmm. En voor die zijn de eeuwigdurende ketten in de donkerheid en het oordeel van de grote dag gereserveerd. Ai, ai, ai. Maar in de eerste plaats zijn de engelen in de hemel, in Matthäus 22, 30, eveneens de zonen van God, als die engelen die hier in Judas 1, vers 6 beschreven staan. Als die engelen die beschreven staan in Openbaring 12, vers 9. Mm-hmm. Ja, over die het Michael daar straks had. Als ik zei van dat is 12, 9, waar de draak uitgesmeten wordt uit de hemel en een derde van de engelen met zich meetrekt. Dus de zonen van God zijn de engelen. Zij zijn perfecte wezens, perfect gemaakt door God. Mm-hmm. Het verschil tussen de engelen, die perfect zijn, en
Jezus Christus is, dat Jezus Christus niet gemaakt is, maar de Zoon van God is die uit God voortkomt. Het woord dat uit zijn mond komt. Mm-hmm. Ja? Dat is een groot verschil. Jezus Christus is niet gemaakt. De engelen zijn gemaakt. Daarom kan ook Jezus Christus niet de aartsengel Michael zijn, zoals zo vele mensen beweren. Ja? Mm-hmm. Zie je hier in Jude 1, vers 9. Ne? Mm-hmm. Michael, the archangel, when contending with the devil, disputed about the body of Moses, durst not to bring him against the railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Daar kan men een andere keer op ingaan. Maar Michael, die aartsengel, is een aartsengel, is een engel, is niet Jezus Christus. En daar zijn kerken zoals de SDA en zoals de getuigen Jehovah's, die leren dat Michael Jezus is. Hmm. Michael is een geschepte engel en Jezus Christus is geen geschepte creatie. Jezus Christus is God voortgekomen uit de mond van de Vader. Ja? Mm-hmm. De enige ingeboren zoon, zoals we hem kennen. Mm-hmm. Oké? Okay? Nog een keer een heel belangrijk verschil, want ik wil echt duidelijk zijn over deze dingen. Oh, dat merkt u ondertussen al. Ik hoop dat ik jullie niet verveel, want ik kom echt van het een naar het ander. Ik wil een punt maken. Die punt die ik wil maken is, wij verstaan uit Matthäus 22, 30, dat de engelen in de hemel perfecte wezens zijn, die niet trouwen, die niet in huwelijk gegeven worden, en daarom ook geen seks hebben. Maar we kennen andere engelen die gevallen zijn en voor die een andere plaats voor de eeuwigheid gereserveerd is. Dat zijn die die deze eerste plaats, namelijk de hemel, verlaten hebben. Mm-hmm. Their own habitation, dus hun plaats van waar dat ze ontstaan zijn, verlaten hebben en naar een andere plaats gegaan zijn. Ze zijn namelijk Lucifer gevolgd als hij uit de hemel geworpen wordt en op de aarde gesmeten wordt en Satan wordt, ze zijn hem gevolgd en de engelen van toen in de hemel van God werden rebellerende engelen en omwille van de rebellie werden ze met Lucifer, die Satan werd, buiten gesmeten en zijn ze de gevallen engelen, dat woord Nephilim, fallen, wat jullie gebracht hebben, schitterend. Dat is Bijbelstudie, dat is echt verstaan. Mm-hmm. En nu gaan we verder. Matthäus 25, vers 31 zegt, when the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. Al de heilige engelen met hem, als de Zoon van de mens, dus dat is Jezus Christus, want hij is de mens geworden, God. Mm. Ja? Daarom is hij de Zoon van de mens. Moet mij ook heel goed verstaan, dus veel mensen die begrijpen dat niet. Mm. Omdat hij 100% mens en 100% God tegelijk was. Ja. Als die komt in al zijn heerlijkheid met al zijn heilige engelen. Zijn dan die engelen hier van Judas daarbij? Dat denk ik niet. Ik ook niet, want dat zijn gevallen engelen. Die zijn dus niet heilig. Maar deze engelen hier zijn heilig. Heilig. Mm-hmm. Wilde jij 25, 31 eens even voorlezen? Ja, natuurlijk. 1 seconde. 25, 31. School of the school. 25. En dan 31. Anders kan ik het hier ook doen als het zo lang duurt. Nee. Ik heb hem in beeld. Oké. En wanneer de Zoon des Mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op den troon zijner heerlijkheid. Nou, heb ik al zo slecht nog niet vertaald, hè? Nee. Dan gaan we een keer 10 versen verder. Matthäus 25, 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ja. Ook heel belangrijk, want als Jezus op zijn troon zit, dan verstaan wij dat de schapen aan zijn rechterkant zitten en de geiten aan zijn linkerkant. De schapen zijn de goeie en de geiten zijn de niet zo goeie. Om een keer met die woorden te zeggen. Ja, ja. Klopt. Maar Perry, lees dan eens een keer Matthäus 25, 41 in Vlaams, alstublieft. Ja. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is.
En dat lezen we dus in Judas 1:6. Ja. He hath reserved an everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Ja? Mm-hmm. Dus wij gaan met meerdere Bijbelversies al mijn gelul van begin tot nu bevestigen en gaan zien dat er geen gelul is, maar dat dat waarachtig de juiste interpretatie van het woord van God is. Onderbouwd met de juiste versen. Wij gaan nog verder. Ja. In Marcus kapitel 12 vers 25 hebben we een gelijkaardige vers gelijk in Matthäus 22, 30. Wat en in Lucas dan nog een. Deze konden niet snel. Marcus? Ja, doe maar rustig. Marcus 12, 25. Je ziet het toch hier? Dus kun je dan gemakkelijk opzoeken. Ja. Ik pak hem even. Dan zal ik het in de tussentijd een keer voorlezen in Engels. En dan gaat Perry het direct in het Nederlands voorlezen. Ja. Marcus 12, 25 in Engels. In de King James versie lezen wij. For when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels which are in heaven. En hoe zijn de engelen die in de hemel zijn? They neither marry nor are given in marriage. Dus na de heropstanding wil dat zeggen dat wij niet gaan trouwen, maar dat we zo zijn als de engelen in de hemel. We zijn ook weer in perfecte staat. We hebben ja dat corrupte, dat zondige vlees van hier afgelegd. En Jezus maakt ons terug perfect. Jezus herstelt ons naar die staat die wij hadden als Adam in de eerste plaats geschapen werd, voor de val. Mm-hmm. Adam was ook perfect. Anders was de schepping niet perfect. En op einde van Genesis kapitel 2 staat heel duidelijk, of deel 1, kapitel 1 staat in vers 31, and God saw everything that he had made, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Dus tot aan den dag dat God de beesten en de mens maakt, was alles heel goed. En dan was het nog altijd heel goed, maar dan kwam de mens en die heeft het dan verknoeid. En daarom zitten we hier vanavond. Anders hadden we wel gaan biljarten of zo. Goed, lees dan eens een keer Mark 12, 25 alsjeblieft in Vlaams voor. Mark 12, 25. Marcus op zijn Nederlands. Ja. Staat hier. Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven. Maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Dank u. En nog een keer een laatste vers in het Nieuwe Testament, die datzelfde nog eens een keer bevestigt. Ja. Want alles in de Bijbel moet bevestigd worden in de aanwezigheid van 2 of 3 getuigen. Matthäus, Marcus, Lucas. Ze zeggen alle 3 hetzelfde. Het zijn 3 getuigen. Mm-hmm. Neither can they die anymore. Lucas 20, 36. Hey, ze kunnen niet meer doodgaan. Yeah. For they are equal unto the angels and are the children of God, being the children of the resurrection. Met andere woorden, de mensen die bij de opstanding erbij zijn, ik ga het juiste woord kiezen met opzet, worden weer perfect gemaakt. Ze zijn gelijk aan de engelen. En ze zijn terug de kinderen van God. Zijnde de kinderen van de opstanding. Op een andere plaats in de Bijbel staat trouwens. Ja, voordat we God verder heeft gaan. De mens, ja? God heeft de mens gemaakt gelijk de engelen een klein beetje daaronder. Ja, dat is een klein beetje verschil tussen de mens en de engelen. Het verschil was dat de mens de mogelijkheid had om in ongenade te vallen, in zonde te vallen, en de engelen eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar er zijn dan toch engelen in ongenade gevallen, dat zijn die gevallen engelen, dat zijn de Nephilim. En daar later meer over. Ja. Nu eerst een keer Lucas 20, 36 van Perry in het Nederlands, alstublieft. Yep. Scrolling, scrolling, scrolling. Nou, daar komt hij. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk. En zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen
der opstanding zijn. En de wijl, dat betekent omdat, denk ik. De reden dat ze kinderen God zijn, is omdat ze kinderen van de opstanding zijn. En, ja, dus kunnen terwijl... ze niet meer, en dan kunnen ze niet meer sterven. Nee. Terwijl wil zeggen omdat. No? Of, ja, omsterven. Omdat, ja. Laat ons eventjes een keer gaan zien wat dat Michael daarover te zeggen heeft tot nu toe. Want die zwijgt de hele tijd nou, en wij hebben geen slachterbiebel gedaan. Nee, oh, dat is ja, waar. We kunnen dat natuurlijk allemaal in Duitsland doen ook. Maar, ja, die heb, ja ik hier, die heb ik hier, ja. Ja, wil je je scherm delen en dat op die manier doen, Michael? Of, dat was... Ja, maar ik heb nog niet, ik heb helemaal die zesde kapitel van Genesis hier open nu. Also, ja. Dan moet ik okay, anders doen we het hier. Ik doe het hier. Ik heb mijn scherm sowieso open momenteel. Okay. Gaan we beginnen in Matthäus 22:30, ja? Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we eens een keer naar Matthäus en dan 22, vers 30. En dan lesen wir das in Vers 30. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht. Ja, lies dir gerne mal. Ja. Als je wilt, dann habt ihr ja auch iets zu sagen. Das schweigt ja, 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 ja. Ich will dir nicht overpoweren oder so von da. Nee, 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 nee. Belgier, Deutschland, 1-0. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Ja. Dat is dan duidelijk, denk ik. Hè? Ja. Matthäus 25, daar hebben we ook nog 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Das ist noch eine keer heel belangrijk, dat we hier dat verschil maken. Und alle heiligen Engel mit ihm. Es gibt also auch unheilige Engel. Ja. Ja? Ja, ja. There are also unholy angels. There are also fallen angels. Er zijn gefallen Engelen, die niet meer heilig zijn. Oh man, ik mag dat hier in drie talen zeggen. Dat is interessant. Ja. Matthäus 25, 41, daar gaat het dan verder. Lees maar als je wilt. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Waar we het daar juist al een keer over hadden. Hè? Aan zijn rechterkant zitten de schapen. Dat zijn de trouwe beesten. Die de schepper volgen waar hij ook gaat. En die de stem van de juiste schaapheerder kennen. En je hebt de geiten die iedere stem gaan volgen. En die aan de linkerkant zitten. En die in de verdoeming geleid worden. Goed, dan Marcus. En daar hebben wij dan... Kapitel 12, 25. En daar lesen we dan in Vers 25, Michael. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Wie die Engel, die im Himmel sind. Ja. In vergelijking met die engelen die niet meer in de hemel zijn, die gevallen zijn, die uit de hemel buiten gesmeten geweest zijn. Heel belangrijk dat we daar even dat verschil maken. En dan hebben we nog Lucas. Wat is dat? 20, 36. 20... Bitte, Michael. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Nou, dit is so belangrijk. They are equal unto the angels and are the children of God. Wat zei Genesis Kapitel 6, Vers 2? That the sons of God saw the daughters of men that they were fair. Dus, diegenen die de zonen van God zijn, zijn de engelen. Klopt. Het gaat niet over de lijn die God aangekondigd heeft in Genesis 3, 15. Het gaat over de echte zonen van de Heer, die zijn de engelen.
En je hebt de engelen die gehoorzaam zijn, die in de hemel zijn en heilig zijn. En je hebt engelen en zonen die ongehoorzaam zijn en gevallen zijn. Dat is gelijk de mens. Je hebt mensen die zijn gehoorzaam, dat zijn de christenen. En je hebt mensen die zijn ongehoorzaam, dat zijn de heidenen. Dat is allemaal een spiegeling van dat wat in het spirituele is, in het vleeselijke ook. Ja? Heel belangrijk om dit te verstaan. En nu verstaan we ook dat de zonen van God niks anders kunnen zijn als engelen, want het staat hier in Lucas vers 20, kapitel 20, vers 36 geschreven. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes. Wenn ich den Engeln gleich bin und damit ein Sohn Gott bin, dann sind die Engel Söhne Gottes. Das kann ich nicht anders verstehen. Und wenn die Engel Söhne Gottes sind, hier, und die Bibel verändert sich nicht, dann sind sie auch die Söhne Gottes in Genesis Kapitel 6, Vers 2, dann sind das auch die Söhne Gottes. Aber es gibt, genau wie Menschen, Gefallene und Korrekte oder Rechte, wie zum Beispiel Noah. Ja. Der war ein gerechter Mann, Vers 9. Noah was a just man and perfect in his generations. Okay? Oh, ik ben even benieuwd. Die tekst, want in het Nederlands staat er dan rechtvaardig, comma oprecht. En wat staat er in het Duits? In Genesis. Jo. Laten we een keer kijken, hè. 1 Mose 6, vers 9 was, hè. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Okay, das perfekt ist hier vertaald als gerechter. Gerecht ist het Wort von just. Das ist juist. Noah was a just man. Noah war gerecht. Das ist eine juiste Vertaling. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Nein, das ist keine richtige Übersetzung. Dat is geen juiste vertaling, want het staat Noah was and perfect in his generations. Ja, perfect. Er war perfect nicht unter seinen Zeitgenossen. Nein, er war perfekt in seinen Generationen, in seiner Genealogie, in seinem Stammbaum. Da geht es drum. In seinem Stammbaum. In zijn stamboom, in zijn familieboom. Die Nederlanders kunnen wel een beetje Duits, hoor. Ja, oké, ik probeer alleen maar op een goede manier te zeggen. Je verzoekt alleen maar. Ja, je mocht de scherm ook terug overnemen als je wilt. Ik ben gedaan, dat waren de belangrijkste versen die ik wilde gaan hebben. Ik vond het erg belangrijk, dat wil ik afspreken, dat we ook het Duits doen. Ja, oké. Dan geven we mensen minimaal ook taalles. Ja, ik weet op het einde niet meer in welke taal dat ik hier moet verder gaan. Ik val ja van de ene in die andere spraak rein. And in the end, I don't know which I'm speaking anymore. Het lijkt het boek Handelingen wel. Ja, nee, maar om maar even jetzt ganz ernst te zijn. Ja. Ik denk dat, wenn we deze paar verse in de Bibel gerade gelesen en besproken hebben, dat we ohne Zweifel verstehen kunnen. Dass in Genesis Kapitel 6, also im ersten Buch Mose Kapitel 6, Vers 2, die Söhne Gottes, die die Töchter der Menschen sahen, dass wir hier erkennen, dass es um Engel geht, aber dass es eben um gefallene Engel geht. Ja. Weil die anderen Engel, die heiligen Engel, sind ja im Himmel, die sind ja nicht auf der Erde. Aber diese Engel, die kamen auf die Erde, weil sie sind mit dem Satan auf die Erde verbannt geworden. Ja, verbannen zijn. Ja. They have been cursed together with Satan out of heaven into the earth. Those are the fallen angels. Dat zijn die gefallenen engelen. Dit zijn de gefallenen engelen. Ja. Dat mag nu ondertussen wel duidelijk geweest zijn in deze punt. Maar het wordt ja nog veel interessanter. We hebben ook geleerd dat in vers 8 en vooral in vers 9 wij vastgesteld hebben dat Noah een perfecte mens was in zijn generaties, wil zeggen zijn stamboom, zijn genetische afkomst was ongecorrumpeerd. Want daardoor dat de gevallen engelen seks hebben met de vrouwen van het mensengeslacht hier op deze aarde, wat dus niet
onmogelijk is, maar wat in de hemel gewoonweg niet kan, omdat in de hemel de engelen perfect zijn en dus als ze niet trouwen geen seks hebben, maar diegenen die uit de hemel buiten gesmeten zijn en gerebelleerd hebben tegen God, die doen wat ze willen. En die doen ontucht en hoerderij zoveel als dat zij goestingen hebben. En ze hebben veel goesting, geloof mij. Kijk eens een keer naar de wereld en je ziet het overal. Just look around in the world and you see how much they fornicate all over this place. Ja, en dat is voor de Frans. Ja, dat zei je, Michael. Kom maar. Ja, en dat is de reden, want ik heb een beetje ruzie gehad met mijn vriendin. En die heb haar gezegd, kijk op Openbaring 12:9. Want die helemaal engelen die onjuist zijn, maar die demonen, de demons, dat is die reden in welke staat dit aarde nu is. Dat is die reden. Ja. Ja. Stimmt. Korrekt. Korrekt, ja. En die zijn ook niet betroffen. Het juiste woord in Nederlands. Die zijn niet geïnvolveerd? Of? Geïnvolveerd van de zündvloed. Huh? Engelen zijn niet gewone mensen. So, dus zijn ze voor en na de zündvloed tegenwezig. Ja, oké. Okay. Dat is wel juist een punt die je maakt. Daar loopt je natuurlijk vooruit op die punt die ik later nog wilde maken. Maar daar gaan we deze aflevering niet meer kunnen doen. Want we zijn al bijna bij een dik uur aanbeland. Ja. En deze studie moet dus op een ander moment voortgezet worden. Als jullie dat interessant vinden. Ik persoonlijk ben me al in rage aan het praten. Ik vind dat wel. Maar ja, het is interessant natuurlijk om te zien. God neemt dus een maatregel om de wereld in feite te zuiveren van deze onreine DNA van deze onreine generaties, van wat Michael daar straks aangehaald heeft, heel schitterend, de Centaurs en hoe heb je dat nog genoemd? Minotaur, Centaur, weet ik veel. Je hebt ook dit ander woord, dat ontbreekt me eventjes, dat heeft Tom Friss nog gezegd, Chimera. Ah, ja. Oh. Chimera. Een Chimera, dat is dus in feite een manbeest. Dat is een mengeling tussen beest en mens, een Chimera. Gelijk bijvoorbeeld Baphomet. Ja? Zo gezegd, ja, een geit in mensenvorm. Ja. Baphomet. Ja, is een chimera. En kijk eens een keer naar al die Romeins-Katholieke kerken. Die gargoyles, die demonen die je daar ziet, al deze scheppen die daar rond, diese geschapen dingen die daar rondlopen, deze demonenachtige. Is dat allemaal alleen maar de fantasie van de mens ontsprongen of zijn dat misschien daadwerkelijke wezens die op deze aarde geweest zijn? Ik ga je een heel snelle conclusie geven tot iets wat we volgende keer verder gaan dieper gaan bespreken. Stel dat de engelen erin slagen de DNA van de mens dermate te corromperen en mens te mengen met bijvoorbeeld beesten. Gelijk dat we vandaag de dag op weg zijn om mens te mengelen met machines. Transhumanismus. Ja? En de mens dus te mengen met machines en de mens te mengen met dieren, dan is de mens niet meer die schepping die God op deze aarde gemaakt heeft en dan heeft Jezus Christus niks meer om te redden. Want dan is hier een eigen schepping op deze aarde. En om dat te voorkomen in een tijd heeft God de zonvloed gebracht om ze allemaal te verzuipen en juist dat tegen te gaan. En dat is de reden waarom dat Jezus Christus zegt, als de zoon van de mens terugkomt, zal het zijn als in de dagen van Noah. En nu kijk eens waar we vandaag de dag met onze zogenoemde wetenschap zijn. Waar we in ene keer zijn met genetische manipulatie, met mutaties te provoceren, met klonen, met al die dingen, met het transhumanisme, met het versmelten van mens en machines. Waar we nog in het begin staan, dat geef ik toe. Maar had je 30 jaar geleden gedacht dat we met kunstmatige intelligentie daar zouden staan waar we vandaag staan? 30 jaar geleden had je gezegd van dat is allemaal science fiction. Ja, en 100 jaar geleden heb je gezegd dat kan niet, dat iemand gezegd heeft dat is kunstig licht. Ja, daar denk je ook, okay, dat kan niet gezond zijn. Niet goed voor je gezondheid. Zoveel dingen die je anders gaat bekijken als de tijd ervoor rijp is.
Kijk, ik ga deze studie hier nu afbreken, want we hebben een dik uur bereikt. En ik weet, dat is een heel zware message, een heel zwaar bericht geweest, die je niet gemakkelijk kunt verteren, die je misschien ook helemaal niet aanneemt. Maar ik zeg dan altijd, doe je eigen studies. Lees de Bijbel voor jezelf. En weerleg mij met de Bijbel. En ik heb overal, en daarom is het heel belangrijk, ik heb overal voor alles wat ik gezegd heb vandaag, heb ik Bijbelversies aangehaald. En dit, mijn lieve broers en zussen, en Perry, neem maar uw scherm terug over. Dit, mijn lieve broers en zussen, is het grote verschil met de eerste keer als ik jullie, zo gezegd, met jullie de Bijbel gelezen heb in Genesis 6 en geleerd heb dat bij wijze van spreken de zonen van God de rechtwaardige lijn zijn van Genesis 3:15, waar God van spreekt. Dat heb ik niet kunnen ondermauwen, dat heb ik niet ondermauwen kunnen, dat heb ik niet kunnen bevestigen met Bijbelversen. Maar vandaag heb ik Matthäus 22, 25, Marcus 12 en Lucas 20 kunnen aanhalen om Bijbels te bevestigen naast Judas 6 en wat we nog allemaal gebruikt hebben. Heb ik op die manier dat allemaal kunnen bevestigen, op die manier om u te zeggen van, hier heb ik het allemaal bevestigd met de Bijbel, wat ik gezegd heb vandaag. Weerleg mij, als je mij wilt weerleggen, met de Bijbel. En vergeet niet dat dit de eerste deel van deze studie is, want ik denk dat zowel Michael als Perry er op de tip van hun stoelen gaan zitten en goesting hebben om deze studie verder te doen en te zien waar ons dat naartoe brengt, als we in detail die dingen verder bespreken die ik al een klein beetje als climax voorweggenomen heb. Maar Perry, neem je scherm terug over en dan kun jij dit video tot afsluiting brengen, want ja, ik heb eigenlijk genoeg gezegd en ik wil heel graag nog Michael en Perry uiteraard het laatste woord geven. Voor mij zoveel. Als je mij wilt tegendeel bewijzen van wat ik gezegd heb vandaag, dan bewijs het mij met Bijbelversies. En anders doe je eigen studies en informeer jezelf in de Bijbel. Tot de volgende keer. Maranatha. Nou, dat was Jörg Liesman. Hey Michael, wil jij nog wat zeggen? Ja, ik heb niets te zeggen. Dat was zo spannend. Zo leuk, hè? Ja, het is niet. Het is leuk op die ene manier en op die andere manier is het heel spannend, want je ziet dat de Bijbel altijd juist heeft. Het is maar jouw verstaan en jouw vermogen dit uit te leggen. En ik denk dat Jörg een prachtige leraar is. Ja, vind ik ook. Nou, je mag, nou, dat was Michael. En ik wil ook even afsluiten. Kijk, behalve dat ik een bijbelgelovende christen ben, vanaf mijn 12e jaar, heb ik ook verstand van wetenschap. Ik ben landbouwkundig ingenieur en ik heb gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen om kennis te nemen van metafysica, taalfilosofie en logica. Daar heb ik 8 en 9 gehaald. En ik kan vertellen dat deze twee heren, ook al komen ze uit Duitsland, die hebben het bij het rechte eind in de uitlegging, in de bestudering van het meest belangrijke boek wat er ooit geschreven is. Door humanoïde zakken van moleculen. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers om het officieel te houden. Zakig. Tjus. Tjus. En dag lieverds.